Ik heb goed nieuws. Je taakstraf is afgerond. Je hebt sowieso nog maar een paar uur. En ik heb even met je begeleider gesproken. En het ziekenhuis heeft afgetekend. Hebben jullie veel reactie gekregen op de vlog waarbij het misging? Heb je niet gekeken? Nee. Misschien is het handig als je een filmpje opneemt waarbij je uitlegt wat er nou precies gebeurd is. Nee. Jij weet het, Nina weet het en dat blijft zo. Maar heb jij je vrienden niet verteld waarom je hier ligt? Ik heb gezegd dat ik vijver heb. En daar is Valentijn al op afgeknapt. Laat staan als hij weet dat ik een oude wijvenziekte heb. Het is geen oude wijvenziekte. En wat Valentijn betreft, dat hij nu al afhaakt, zegt alweer dat het een sukkel is. Gaan we weer om? Nou, los van die slappe dweil. Het is heel belangrijk dat mensen weten wat je hebt. Want als het misgaat, dan kunnen ze tenminste iets doen. Ik ga niemand meer zien. Ik ben heel de dag binnen, bezig met koolhydraten tellen. Schema's maken, bloed prikken, insuline spuiten. Ja, dat wordt onderdeel van je leven. En voor je het weet, ben je eraan gewend. Ik zeg toch net dat ik de deur niet meer uitkom? Het is ingrijpend. Maar het is heel belangrijk dat mensen weten wat je hebt. En dat vind ik dus onzin. Niemand mag dit weten. Waarom niet? Het is toch niets waarvoor je hoeft te schamen? Ik wil gewoon niet dat iemand dit weet. Klaar. Heb je het al tegen anderen verteld? Nee. Houden zo. Nou, ik ben het er niet mee. Dit is mijn diabetes, dus ik bepaal dit.